Hi, ik ben Tom Massing, pleinbest.nl. Gisteren zat ik bij de gemeenteraadsvergadering en waren er een drietal mensen die gingen inspreken. En eigenlijk was het helemaal niet effectief. En dat is jammer, want wat ze wilden is wel belangrijk voor die mensen. En ja, dan is het gewoon zonde. Het werd eigenlijk ingesproken op een A-stuk, zeg je nu misschien nog helemaal niks, maar dan ben je al veel te laat. En dan is er een heel proces van al vooraf gegaan en dat heb je dan gemist. Dus dat is gewoon zonde. Dan kom je eigenlijk, als het al rond is, want een A-stuk is eigenlijk een hamerstuk, het is al besloten in feite. Dan kan je wel inspreken, maar dan heeft dat weinig zin meer. Ik ga je even meenemen in een aantal mogelijkheden die je hebt als bewoner om in te spreken. En je moet weten, als bewoner sta je al 3-0 achter. Dus als je dan al wil inspreken, dan moet je dat heel doordacht doen. Er zijn een aantal mogelijkheden, want we hebben best wel wat mogelijkheden, alleen het vervelende is, als het al in de gemeenteraad komt, dan is er al een heel proces aan vooraf gegaan, dat hebben we al gemist, dan kan je inspreken, maar dat doe je voor de vergadering, ja, hopeloos. Maar ik ga eventjes met jou naar het plaatje om eens te kijken wat voor inspraak we hebben. Het eerste, wat je kan doen is een bericht sturen naar de raadsgriffie. En wat er dan gebeurt is dat de raadsgriffie het verspreidt over alle gemeenteraadsleden. Ik heb dat net ook gedaan over de verkeersknelpunten in Best. Ik heb er een inventarisatie gedaan al meer dan een jaar geleden. Bijna 2 jaar geleden al. Maar er is niks mee gedaan. En ja, dan ga ik het alsnog een keer sturen om te kijken of er nu wel wat mee kan gebeuren. Dus een e-mailtje sturen of een briefje sturen is een mogelijkheid. Dan kan je jouw onderwerp eigenlijk ter sprake brengen. Het volgende is dat je een informeel gesprek aangaat met een gemeenteraadslid. Ja, daar moet je ze voor kennen. Maar ja, ze lopen gewoon rond in Best, want ze wonen in Best. En je kan daar gewoon eens mee praten als je ze tegenkomt. Je kan het ook aanvragen. Je kan op de gemeentewebsite kan je hun e-mailadressen vinden. En dan vraag je dat aan of ze daar open voor staan, individueel. En dat is een mogelijkheid. Wat je kan doen, en dat is belangrijk, is inspreken tijdens een beeldvormende sessie. Een beeldvormende sessie is de eerste keer dat de gemeenteraad erover gaat praten. En daar sta je dus al 3-0 achter, want de gemeenteraad heeft al stukken. Nou, die krijg je dan ook, die kan je dan ook inzien. Maar je moet inspreken voor de vergadering. Dus je weet totaal niet waar ze heen willen in hun optiek. Maar door jouw inspraak, door jouw gegevens die je dan brengt, kan je het gesprek wat er gaat plaatsvinden wel mede sturen. En het is wel belangrijk dus dat je daar al bent. Maar het vervelende is, dat is de eerste keer dat de gemeenteraad erover gaat hebben. Dat wordt bijna niet aangekondigd. Het staat niet in de krant. Er wordt nog niet over geschreven. Want er wordt pas over geschreven na de vergadering, als er al een journalist is. Want die beeldvormende sessie, daar komen de journalisten vaak niet. Dus je moet daar heel goed op opletten. En dat kan je doen door de vergadersessies van de gemeenteraad te volgen. En ook de agenda daar dus van te bekijken van tevoren. Ja, het is best lastig om dat te doen. Want je weet totaal niet waar ze het over gaan hebben. Dus dan moet je helemaal door die agenda heen. Van hey, zou dat dan interessant zijn? Is dit iets wat mij raakt? Is het iets waar ik iets over weet? En dan eigenlijk inspreken voordat ze beginnen te vergaderen. Eigenlijk, ja, wat ik al zeg, 3-0-8. Dan is er vervolgens is er een raadsvergadering. Er kan nog een tussenvergadering zitten, waarbij dan technische vragen gesteld worden. Daar is ook een interessante. Dus er zit voor die raadsvergadering zit nog wel eens een tweede vergadering. Dus er zijn eigenlijk dan 3 vergaderingen. De beeldvormende, eigenlijk een vragensessie en dan vervolgens de raadsvergadering. Die raadsvergadering, dat is al te laat vaak, maar die sessie daartussen als die er is, ja, dan is dat ook ontzettend belangrijk, want dan hebben ze al een eerste vergadering gehad. Je weet ook al waar het in die eerste vergadering over is gegaan en dan kan je wat gerichter kan je brengen. Op het moment dat je bij de eerste keer al hebt ingesproken, is het niet de bedoeling dat je de tweede keer hetzelfde brengt. Dus dat is dan eventjes het punt, maar mijn realiteit is dat ik inspreek bij zo'n beeldvormende sessie. Vervolgens zie waar, hoe de hazen lopen. En dan bij die tweede sessie, als die komt, dan kan ik daarop ook insteken. En dan komt de raadsvergadering en dan ligt het eraan wat voor stuk het is. Als het een A-stuk is geworden, dan is er al over besloten. Eigenlijk weten ze al, we gaan dit gewoon goedkeuren.
Als er nou nog discussie over moet plaatsvinden, is het een B-stuk. En dan kan je wel inspreken. Althans, je kan altijd inspreken, maar dan heeft het nog wel zin. Maar dan kan jouw argument daar toch nog, ja, degene die nog twijfelen, misschien wat extra steun geven. Dus dat is dan wel belangrijk om die B-stukken te doen. Nou, gisteren werd er ingesproken op een A-stuk. Dat heeft dan weinig zin. Er werd unaniem aangenomen. En ja, dat inspreken was mosterd naar de maaltijd. Dat was jammer. Wat je ook kan doen, is dat je een petitie aanbiedt. Maar dan moet je wel hebben laten ondertekenen door anderen. En ook dat is krachtig. Maar dan combinatie met een petitie en inspreken is nog krachtiger. Want dan spreek je namelijk namens een groep. En dat heeft altijd meer waarde. En als laatste kan je een inwonersinitiatief kan je starten. En dat zou ik dan aanraden om dat samen met je bewonersoverleg te doen. Bewonersoverleg zal misschien niet meedoen, want die willen geen positie innemen. Want een bewonersinitiatief kan natuurlijk ook bewoners hebben die daar niet voor zijn. Maar ze kunnen je wel helpen. Dat zou de rol van het bewonersoverleg moeten zijn. Van hoe moet ik dat dan oppakken? Hoe zou ik dat dan kunnen doen? Dus dat zou je daar wel kunnen vragen. En dan ga ik ervan uit dat ze je daar ook bij kunnen helpen. Nou heeft niet iedere wijk een heel actief bewonersoverleg. Ja, dan zou je kunnen kijken of er in een andere wijk of ze je even willen helpen. Maar ik denk wel dat het verstandig is dat je het op die manier even dan probeert. Dus dat zijn een heleboel mogelijkheden om invloed te hebben op het proces. En de gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dus eigenlijk besluiten ze daar. Dan heb je ook nog burgemeester en wethouders. En die hebben de dagelijkse gang van zaken. Dus gewoon wat er gaande is, daar moet je bij burgemeester en wethouders zijn. Daar waar het veranderen gaat, daar moet je bij de gemeenteraad zijn. Dus als er plannen zijn, bouwplannen of veranderingen, grote veranderingen of bestemmingsplannen, dan moet je eigenlijk bij die gemeenteraad zijn. En je moet er gewoon vroeg bij zijn. En dat is heel vervelend, want ja, dan is nog niet anders bekend. Het is helaas niet anders. Een andere mogelijkheid om meer invloed te hebben is natuurlijk zelf in die gemeenteraad proberen te komen. Maar ja, daar moet je wel liggen, dat moet je willen. Ik heb daar zelf nooit voor gekozen, omdat ik veel liever er buiten sta en dan van buitenaf iets kan inbrengen, dan dat ik een van de 23 ben en ja, dan door de andere 22 weggestemd kan worden. En wat heb ik dan voor invloed? En daarnaast vind ik het ook leuk om met onderwerpen bezig te zijn die mij boeien. En als ik gemeenteraadslid zou zijn, dan heb ik me overal mee te bemoeien. En dat boeit mij dan weer niet. Goed, ik hoop dat deze video interessant was. Dan zou ik het leuk vinden als dat zo is, dat je dan even een like geeft. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.